Pokémon. Ja. Nou, dat gaat leuk hoor. Heb je nou net een nieuwbouwhuis gekocht of dat ooit in het verleden al gedaan? Dan ken je het wel, het gevoel van extreme vreugde dat jij een mooi nieuw huis hebt. Maar op de plek waar dan dat huis komt te staan is op dat moment nog niks. Niks. Helemaal niks. Maar niets is minder waar, want achter de schermen werken wij keihard aan de productie van je nieuwe droomhuis. Zo Erdal, wat doen jullie hier? We doen op deze locatie van de Ruurbouwgroep gaan we betonnen wanden maken. We staan hier nu bij stap 1 van het proces. Wat gebeurt hier? Hier wordt het betonelement gemaakt. Allereerst komt de vorm tot stand. Nieuw auto, dus nu geef je een nieuw bevel eigenlijk. Ja. Zeg je ja, dat gaan we doen. En dan gaat het belletje rinkelen van hey, je hebt het goed gedaan. Ja, ik hoor hem. Stap 2? Ja, in stap 2 afdeling opbouw. Dus deze hier, dat wordt een wand. En dan zien we hier dus een stukje gevel met daarin dus ook alvast de raampartijen erin. Stap 3. Oké. De wandcontactdozen en dergelijke zetten ze dus hier al in. Ja. Stap nummer 4. Er wordt de wapening erin gelegd. Dus dan zie je dat er in verschillende soorten wanden verschillende bewapening ook gaat. De een voor het transport, zodat je wand heel blijft totdat het in je huis staat. En de ander omdat het een draagmuur is en het ook stevigheid nodig heeft om al die tijd te blijven staan. Chantal, hier zijn we bij stap 5. Ja, zeker. Hier gaan we de beton instorten. Kijk, hierachter zien we dus nog steeds alle wandcontactdozen, leidingen, bewapening in de wand. Voordat we hem gaan storten. En dan zit alles er dus al in als het bij jou thuis aankomt. Jazeker. Ja, hij zei net, ik heb PlayStation. 6, nabewerking. Voor eventueel kozijn te maken is, het is klantspecifiek, als de klant hem vraagt. Stap 7, de droogtunnel. Hier zie je dus een van de wanden uit de tunnel komen. Deze heeft dus net 7 à 8 uur gedroogd. Stap 8. En stap 8 is? Onderdelen die bij de robot geplaatst zijn, bij de eerste stap, wordt nu verwijderd. Stap 9, de kozijnen. Nou, Amir die zorgt hier voor de kozijnen. Wat doe je precies? Wij kijken naar tekeningen en dan zien we welke kozijn wij nodig hebben. Dan pak ik de kozijnen die nodig zijn en die assembleer ik op maat. Stap 10. En kansen is eigenlijk rechtop zetten. Rechtop. Achter ons staat het eindproduct. Een mooie wand voor een van onze heimanswoningen. En misschien dus wel die van jou. En als die wanden dan zijn geplaatst, ziet je huis er misschien wel uit zoals hier achter mij. Vond je dit een leuke vlog? Laat even een like achter en volg ons YouTube kanaal.